Danny Buijs, van wie eerder deze week bekend werd dat het zijn laatste seizoen is als trainer van Kozakken Boys. Hij ziet zijn ploeg goed beginnen aan de wedstrijd met de eerste kans voor de thuisploeg. De bal net voorlangs, uiteindelijk van Montero. Prima begin van Kozakken Boys, want dit is pas de vijfde minuut en dan eigenlijk AFC voor het eerst in de aanval. De actie is fraai, het paasje ook. En ja, heel slim afgemaakt door Tom van den Brink. En AFC start dus nog net iets beter, want zij scoren al in de vijfde minuut. Door de benen van Arends, slim afgemaakt door Tom van den Brink. En de voorsprong dus voor AFC. Maar Kozakken Boys blijft goed doorgaan. De kopbal nog net gepakt en op de buitenkant van de paal geschoten door El Azouti. De kopbal was van Ignacio. In een eerste helft die wel behoorlijk onvriendelijk werd. Tweede helft ging dat iets beter. Maar met uiteindelijk 11 gele kaarten in deze wedstrijd kan je gerust spreken van een vrij onvriendelijke sfeer op Sportpark de Zwaaier. Dit is een goede aanval van Kozakken Boys. En dan is het gelijk. Prima afgemaakt ook door Ahmed El Azouti. En een verdiende gelijkmaker. Het is een overtreding, maar de scheidsrechter geeft volkomen terecht voordeel. Alex Bos doet dat goed. En El Azouti dus ook. Verandert dat iets aan het spelbeeld? Eigenlijk niet. Kozakken Boys blijft de meest dreigende ploeg. De wat makkelijker kansen krijgende ploeg ook. Met hier weer Montero, een heel leem balletje. Nog net gepakt door Potveer. Keeper van AFC. 1-1 de ruststand. En daar zal toch vooral AFC blij mee zijn. Want zij stonden het meest onder druk. Er komt een schietkans van richting veranderd. Valt hij er bijna in. Daar was Gari gevaarlijk. Bal van richting veranderd. Met Everton Pires Tavares daarbij in de buurt. Dit is Bosma. Oh, Bosma! Wat een schitterende bal. Maar nog net het handje van Arends. Heerlijke bal van Koen Bosma. Het zou toch wel tegen de verhouding in zijn geweest als AFC op voorsprong zou zijn gekomen. Maar met zo'n doelpunt. Oh. Prachtige actie. Blijft 1-1. En dus is Kozakken Boys daar alweer. Oh, Ignacio. Die krijgt ruimte om uit te halen. Dat moet je toch over het algemeen niet doen. Riley Ignacio. Zo makkelijk scorend, maar hij wil er op een of andere manier maar niet in vandaag. Invaller, Mendes Moreira, die heeft er zin in. Is er 2 is kwijt, is er 3 kwijt, geeft voor. En Magid Jansen haalt de bal er nog net weg. Daar is hij weer. En nu probeert hij het zelf, maar krijgt Mendes Moreira de bal er niet in. Maar ook de invallers laten veel dreiging zien bij de ploeg van Danny Buijs. Het is alleen niet genoeg, want Tom de Chatinier pakt een punt bij de ploeg van Danny Buijs. Bij de ploeg van Danny Baars. Goed, dames en heren, tot zover.